Ja, Junges. Bis dann. Allemachtig. Ijs, sneeuw. Nou, ik ben blij dat de buren geschoven hebben. Het lijkt niet zoveel als je op de camera kijkt, maar er ligt nog een berg hoor. Hey. Ik ken nog even niet terecht met je campertje. De camper ziet er ook niet meer uit. Nou. Kijk eens. Dat is gewoon een anderhalve meter. Ja, opgeschoven hè, uit elkaar. Bizar joh. Nou ja, we gaan even binnen kijken. Hey, mazzeltje. Hier heb jij. De vlag, dakgoot. Nou, van de week zat hij er nog op, die vlag. Ik had nog naar de wind gekeken. De dakgoot zit vol met bladeren, dus het loopt allemaal daar, zie je? Nou ja, we hebben genoeg te doen. We gaan eerst even binnen kijken. Nou, mazzel, hoe is het hier? Ik vind het zo groot. Groot en lekker warm. Ja. En weer, kijk dan, lieve buren hebben we. Ja. Gek hè? Ja, heel gek. Nou, ik heb het weer gezien. Houdoe. We gaan weer. Ho. Nou, gaan we wel even een beetje opwarmen hier. Het eerste wat we gaan doen, de waterleiding aansluiten. Ik heb natuurlijk alles losgekoppeld gehad. Dus we gaan even lekker sleutelen. En dan gaan we zo kijken of we het water erop kunnen krijgen. Nou, die zijn vastgezet. Die heb ik losgekoppeld. Alle kranen staan nog open. Die gaan we eerst even dichtzetten. Dan gaan we beginnen. Het water zit erop. Even flink doorgespoeld. Vanwege de legionella's. Geen idee of dat hier ook is. Maar voor de zekerheid maar even gedaan. Wow. Zo, die rinkel bijna op mijn platte bakkers. Op mijn gewone schoentjes. Ja, jongens, allemaal ijs. Dus je moet er weer zoenen met de noppies, met de duppies op gaan zoeken. Ja, ben ik ben blij dat ik weer thuis ben, joh. Echt leuk. Maar, veel te doen. Heel veel te doen. Maar er ligt gewoon nog bijna een halve meter sneeuw, joh. Ik had niet verwacht nog zoveel, eerlijk gezegd. Ja, het gaat alleen maar door hier de komende dagen, overdag en 's nachts, dus ja joh, leuk hè? Ja. Kijk, glimmen, ik ben weer blij. Ja, we hebben een mooie reis gemaakt, maar het is toch ook leuk om weer thuis te zijn. Oh ja, ik ging alleen even kijken of er ook uit de schoorsteen komt. Ja, die doet het. Hokjes staan ook nog overeind. We hebben natuurlijk gezegd, doe je, nou niet door een aantal mensen, van joh, dat overleeft helemaal niks. Geen sneeuw, geen storm. Het staat er nog, het is ook nog niet doorgerot, dus we kennen nog een jaar mee vooruit. Ja. Leuk. Leuk, 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 leuk. Goed, we gaan even wat spullen uit de camper halen. En dan zien we morgen wel weer verder. Camper is trouwens wel aardig vies geworden. Allemachtig. Kijk, ik zal een beetje zien. Kijk, kan je beter zien. Er is nog wat te gaan voordat het allemaal weg is. We gaan even kijken of we de schuur open kunnen krijgen. Ik hoop van wel. Ik hoop dat het nog niet allemaal ijs is wat ervoor ligt. Ja, we gaan even kijken. Ik heb schroefdol mee, want ik heb de deuren dichtgeschroefd. Dus... Ben benieuwd.
bijna mijn hele laars erin. Zo. Oh. Kan je je voorstellen dat hier straks campers moeten staan? Kijk al een gaten. En het heeft ook flink gestormd, want er liggen overal wel flinke takken. We hoeven ons niet te vervelen. Maar daar was ik ook niet bang voor hoor, dat ik mij ging vervelen. Nou, even kijken wat we aantreffen. Ik ben binnen. Alleen de deur gaat niet ver genoeg open. Want daar zit het ijs. Maar ik kon in ieder geval de schuur in. Nou, de grasmaaier staat er nog. Maar ze hebben niet opgeruimd, dat is even jammer. Nou joh, jongens. Mooi man. Nou, kunnen we alles weer uit gaan pakken en opruimen. Top. Nou, alle deuren kunnen in ieder geval weer open. Kleine paadjes ontstaan er al. Jacques is ook lekker aan het wandelen. Kleine stapjes. Moeten we even wennen aan het ijs. Ja. Ah ja. Hey, blauwe luchten, Jacques. Ja. Het is alleen mijn avond, maar... Om 4 uur en 5 uur zou het wolken zonnetje zijn. Nou ja, we hebben nog genoeg te doen. Iedere keer wat. We gaan even de post halen, jongens. Dat is 7 mijl glaas aan. Nou ja. Ja, we lopen maar gelijk door het paadje. Wordt het paadje ook langzaam weer een beetje begaanbaar, hè? Ik draai even de camera. Gelijk even kijken. Actuele schade, hè, van bomen. Er ligt toch wel het een en ander een beetje om. Grote takken. En toch, voordat ik wegging, alle dooien gecheckt, omgezaagd. Zwaar hoor, door die snelheid. Hij is er toch nog eentje omgepletterd. Ja, gelukkig op niemands huis of zo. Nou ja, we hoeven ons niet te vervelen. Kijk, er is toch een vers afgebroken. En die ligt hier. Maar ja, gaan we wel opruimen. Ja, dat is een risico hè, met bomen. Goedemorgen allemaal. Nou, de eerste nacht in het nieuwe huis, wou ik zeggen. Eerste nacht thuis. Ja, een stilte jongens, dat is even wennen hoor. Het is nooit goed, zou je zeggen. Maar... En het waait. Dat heb je hier ook niet zo vaak. Tenminste, het waait hier natuurlijk allemaal nooit zo hard. Maar het heeft hier de afgelopen dagen voor mij ook wel aardig gewaaid. Ja, en we zijn natuurlijk een half jaar weg geweest bijna. Hè. Dus de tuin ligt bezaaid met boomtakken. Allemaal kleine takjes. Ja, ze liggen er wel. En daar ligt natuurlijk nog een laag sneeuw. Ongeveer 40 centimeter ligt er nu nog. Nou, ik zat al op de camera te kijken. Het is zeker al 30 centimeter gezakt sinds vorige week, zeg maar. Sinds het is gaan dooien. Dus er heb echt een flinke laag gelegen hoor. Nou, we gaan de dakgoot even leeg halen, want die zit natuurlijk allemaal vol. Dakgoot bij het huis kan ik niet bij. Ik zal even binnen gaan staan. Ik weet niet of, de wind, of jullie last hebben van de wind. Even kijken hoor, hoe zien jullie mij? Boe. Dat is de klep van de grasmaaier. Hoe is het gegaan binnen?
Nou, viel eigenlijk best mee. Het zag er eigenlijk allemaal nog netjes uit. We hebben geen muizenkeutels nergens gevonden. Nou, het water aansluiten ging eigenlijk ook weer als vanouds. We hebben even goed door laten spoelen voor de Legionella. Het enige was boven, buiten bij de trap voor de schoorsteenveger op het dak. Daar zitten houten balken onder. Daar is er eentje van verdwenen. Die ligt op de grond. Ik denk door het ijsmassa die balkje eronder vandaan heeft geramd. Dus daar moeten we nieuw op maken. Maar ja, dan moet ik de trap op het ijs gaan zetten. Dat is allemaal nog niet zo. Nou, moeten we even kijken hoe we dat gaan aanpakken. Toch even een beetje weer buiten staan. Dus. Hoe we dat gaan aanpakken. Nou, verder is er in de tuin natuurlijk best veel te doen. Maar je kan nog niet zoveel doen. De kwad die staat nog 50 kilometer verderop, zoiets. 40 kilometer. Die gaan we van de week ophalen. De auto staat daar ook nog. Die moet nog gekeurd worden, wat ik zei. Nou, heb ik een afspraak voor gemaakt. Volgende week donderdag wordt de auto gekeurd. Dus vanaf donderdag kunnen we hopelijk weer rijden. Als die goed gekeurd wordt. Ik weet niet precies hoe dat dan in zijn werk gaat als die afgekeurd wordt. Maar dat zien we dan wel weer. Daar gaan we nog maar even niet van uit. Ja, verder is er wel het een en ander. Eén boom ligt er op het pad. Nou, volgens mij kan zien is er maar één boom echt afgeknapt. Dus ja, valt eigenlijk allemaal wel mee. Nou, de loppen ziet er allemaal nog goed uit. De rest van de schuren ziet er allemaal goed uit. Dus nou dacht ik eventjes dat we lekkage hadden in het klomphok. Want dat was een grote plek op de grond. Maar er was eigenlijk, daar is, ja, nou, niet vlak voordat we weggaan. Maar er is de frituurpan omgevallen. Dus dat hebben we allemaal opgeruimd. Maar er blijft natuurlijk een vetvlek op de grond zitten. Dus ik dacht even dat dat het was. Maar dat, die gaan we goed schoonmaken, die vloer. En daar hebben we betonverf voor. Dus die gaan we ook opknappen nog. We hebben grootse plannen voor de loppers. Maar we weten het nog niet helemaal zeker. Dan zouden we de werkplaats moeten gaan verplaatsen. En dat is heel veel werk met alles. Dus ik weet nog niet of we dat gaan doen. Nou ja, kortom genoeg te doen. Voorlopig kunnen hier nog geen campers staan. We hadden de hoop van, joh, binnenkort. Nou, vergeet het maar. We willen even gaan kijken om, zodra we de quad hier hebben, of we nog wat weg kunnen krijgen. Als het niet te hard is allemaal. Nou, ik denk de bovenlaag redelijk wel gaat hoor. Maar dan kan de camper verplaatst worden. Hebben we in ieder geval één camperplekje die we alvast kunnen benutten. Maar dat is nog eventjes in de toekomst kijken. We gaan vandaag de camper op gemakje een beetje leeghalen. Binnen een beetje opruimen, want alle spullen wat je naar binnen gooit. En er staan natuurlijk nog veel spullen in het huis. Waarvan ik niet wilde dat ze vochtig werden in de schuur. Dus die staan er ook. Dus die ga ik weer naar de schuur halen. In de schuur trouwens bijna alles goed gegaan. Behalve ja, een zakje graszaad had ik laten staan, dat is niet handig. Dus daar zijn de muizen lekker aan het knagen geweest. En de graszaad ligt door de hele schuur heen. Dus, nee, dat, dat het enige is. Nou, en dan hopen we nog dat de pomp het doet. De septic tank die heeft natuurlijk een uitloopsysteem met een pomp. Het is natuurlijk min 30 hier geweest. Dus we hopen wel dat die het doet. Het niveau in de put is nog zo laag dat de pomp nog niet hoeft te draaien. Dus ik heb hem helemaal schoongemaakt van sneeuw. Kijk eens jongens, kom een windvlaagje. Het zou vanmiddag ook gaan regenen. Dus het wordt een lekkere chaos denk ik hier zo. Maar we gaan lekker rommelen jongens. Nou, we zijn in een schuur en nu hebben we nog een ontdekking gedaan. De muizen hebben de stoel van een grasmaaier op zitten vreten. Kijk, ik kom dit tegen. Ik denk, wat is dat nou jongen? Kijk, hier. Daar hebben ze de stoel op zitten vreten. Nou ja, je moet op trekken hebben. Ja, het is niet anders hè. Het is niet anders. We zijn in het hutje. Nou, ook het hutje staat nog vier overeind. En alle spullen zitten er nog in. Heel veel keutels. Grote konijnenkeutels of kleine reeënkeutels. Ik denk, we hebben wel een paar keer op de camera een grote haas gezien. Dus ik denk dat die hier lekker heeft gebivakkeerd. Dus voor de rest ziet die er allemaal goed uit. Kwestie van even de spullen eruit halen. Bankjes weer maken, vuurplaatsie. Hoppa. Mooi man. Blij mee. Kijk, het ziet er nog uit zoals het eruit moet zien.
denk dat het nog wel een jaartje kan blijven staan. Je ziet wel wat gebeuren op de balkjes. Het is natuurlijk allemaal bij mijn berkhout. Dus het is afwachten hoe lang het allemaal meegaat. Kijk, hier komen ook een soort schimmels op en hier ook, zie je. Maar kan er wel een jaartje mee. We zijn gelijk ook even de camper weer even vorstvrij aan het neerzetten. Dus de boiler, de vorstbeveiliging opengezet. Nog twee afsluitertjes in de waterleidingen. De dop uit de tanken gehaald. Dus al het laatste beetje loopt eruit. Dan kan de kachel uit. En dan staat hij prima zo. Hij moet wel gekeurd worden. Maar dat is pas over, volgens mij, eind april. Oh, half april, eind april. Ja. Dus we hebben nog even. Ja. We zijn hem aan het leeghalen. Langzaam gaat hij hij komt steeds hoger. Nou jongens, toch nog een klein probleempje. Tenminste, een groot probleempje. Tenminste, groot, ja. De wasmachine draait, centrifugeert niet meer. Het draait heel langzaam, maar ik heb al de afvoer gecontroleerd. Pomp los is, allemaal los. Ja, die wasmachine is splinternieuw, jongens. Ik vond mij 3 keer gedraaid voordat we weggingen. Lijkt me, misschien moet er een relais loskomen wat verkleefd is of zo. Zoiets heb ik in mijn hoofd, maar ik ben geen wasmachine-monteur. We hebben gekeken of de afvoerslang niet dubbel zit, die zit niet dubbel. De pomp is, staat los, die draait, kan ik de vinger draaien. Ik vrees dat er toch een monteur bij moet komen. Zo balen, want we hadden het laatste week juist niet gewassen, alles uitgezongen, hoe noem je dat, uitzingen, tot de laatste dag. Nou doet hij het niet. Nee, alles geprobeerd al zo'n beetje. Nou, ik denk misschien zit er te weinig in, nog een beetje erbij gedaan. Dat hij onbalans heeft, maar ook dat is het niet. Het lijkt wel of hij, dat hij zodra hij moet optoeren, dat hij dat niet doet, hè. Nee, jongens, wordt vervolgd. Hij doet het! Nou, inmiddels avond. De mazzel zit te loeren waar de reetjes blijven. Maar geen sporen mazzel. Ja, achter in de tuin, maar hier niet. Dus je kan lang wachten. Maar ze komen niet. Nou ja. Hoi, Boefie. Mazzeltje. Nee, ze zijn er niet, hè. Wasmachine doet het weer. Waarschijnlijk was het een soort onbalans. Ik had maar 1 stuk een kleedje ingedaan eventjes. Daar hebben we hem helemaal volgepropt en deed hij het wel. Waarschijnlijk dan te veel onbalans of zo. Gok ik. Nou. Even naar het einde van de tuin lopen. Niet normaal hoe diep het nog is. Maar het begint een beetje te regenen. Ja, het gaat wel hard, denk ik hoor. Terwijl heeft het voorlopig komende week boven 0, ook s'nachts. Maar dan moet het toch wel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nee? Er staan de picknicktafels. Nou, het dakje heeft ook overleefd, daar was ik nog een beetje bang voor. Ja, toch gewoon gedaan. Ik ben dan benieuwd, hè. Met die palen moet ik in ieder geval eventjes op stenen gaan zetten, maar dit. Denk ik langer mee, als dat die barst er nog omheen zit. Ja, het is gewoon voor mijn test, hè. Kijken hoe lang het meegaat. Kijk, moet ik ieder jaar nieuw zetten, dan ga ik dat niet meer doen natuurlijk. Maar gaan het een jaar of 10 mee. Prima toch? Dan zien we wel weer verder. Een aanhanger staat, hè. Maar de kwad nog niet. Maar volgende week kunnen we kwatten. Dan hoop ik dat de grond nog een beetje hard is dat ik het wegkrijg, maar ik vrees van niet. Ik vrees dat we echt moeten wachten nu. Tot, tot de sneeuw allemaal weg is. En het gekke is, eigenlijk tot zeg maar 50 kilometer terug zag je gewoon al gras. Hè? En hier is gewoon echt een berg neergevallen. Het huis is nog een beetje. Dat komt goed. Nou ja, volgens mij hebben we alles een beetje gehad. Dus nou ja, we gaan beginnen met verder opruimen, de camper leeghalen. Maar mocht er nog wat bijzonders gebeuren, dan zien jullie het zeker. Goedemorgen, daar zijn we weer. Een nachtje verder. Gisteren heb ik de sneeuw gemeten. En het was binnen 1 dag 6 centimeter gezakt. Dus nog een goede week. Dan moet het toch aardig weg zijn. Als het zo snel blijft zakken hoor, ik heb er geen verstand van. Maar we gaan het zien.
Dan zullen de sloten wel vol komen te staan. Maar hier ligt nog wel het een en ander, zeg maar. Oké. Okay. Nou, helemaal prima. We gaan weer een lekker dagje ruimen. De camper is nog steeds niet leeg. Er zit een partij in. En dan zien we wel weer verder wat de dag brengt. Oh. Even sneeuw van het dak afhalen. Hallo allemaal. Nou, zoals jullie weten als we thuis zijn. Kijk eens, het is koud nog hier. Gaan we altijd even wat klussen. En we gaan even wat leuks maken voor in de loppers. Om te verkopen. Een stukje hout. Een hark. Ja, wat dat nou weer gaat worden gaan jullie zo meteen zien. Ik zal af en toe eventjes wat filmen. Dan kunnen jullie ook zien wat het wordt. Ik probeer altijd wat leuke dingetjes te maken. En eigenlijk van afval. Dus dat vind ik altijd leuk. Tenminste afvalhout. Een oude hark. En we gaan er ik kan het alvast verklappen wat het wordt. Het wordt een soort eland. En we gaan even kijken of het lukt. Of we wat leuks van kunnen maken. Even een beetje hobby. Ja, dat wordt wel wat jongens. Heel simpel. We gaan een paar oogjes maken. En dan nog twee grote neusgaten. En dan is die zo goed als klaar. Want hij krijgt ook nog twee oortjes. Maar dat zien jullie zo meteen. We zijn wel lekker creatief bezig. Kijk, we hebben oren, we hebben ogen. En nou gaan we nog even een soort neusgaten maken. De mond zit hier natuurlijk, dus die komt er niet op. Nou, bijna klaar. Nou, het gaat toch ergens op lijken. Dat gaan we nog even opschuren. Lichtjes opschuren. En dan is die van mij betreft af. Op het filmpje lijkt of dat alles zo van een leien dakje gaat. Maar dat ging het allemaal niet hoor jongens. Oogie brak, oogie los. Dingetje los. Pollepel gebroken. Ding. Het ging allemaal niet zo soepel. Maar leuk joh. Ik vind het leuk om een beetje te klooien. En van eigenlijk van afval weer wat leuks te maken. Dus het komt in de loppers te hangen. Dus mocht je ooit in de buurt zijn. Je denkt, hé, dat is leuk. Die heb Dickie gemaakt. Dan kun je hem altijd kopen. Ja toch? En zo niet, dan laat hem lekker hangen. We zitten al een beetje in het donker, jongens. Ja. Wordt hij een klein beetje onscherp, maar dit was het weer voor deze week. Dit was de eerste vanuit Zweden. En op naar de volgende. Aanstaande woensdag gaat er denk ik een iets andere vlog komen. Maar dat moeten we nog even bekijken. Ja. We gaan nog wat productvideo's maken. En zolang we met de andere kanaal Productvideo NL nog niet op 1000 abonnees zitten, ja, dan moet ik hem helaas hier ook nog eventjes delen. Maar dan doen we hier een wat kortere versie en op het andere kanaal een wat langere versie. Ja. Maar dat weet ik nog niet precies. Even kijken hoe het uitkomt, hè? Even kijken hoe het uitkomt. En in ieder geval bedankt voor deze week, voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende.
En als je hem leuk vond, die dikke duim. En, nou, we hebben heel veel leuke reacties gekregen trouwens op de vorige video's. Ja, dus, ja, heel veel. Heel erg tof. Heel erg bedankt daarvoor. Jongens, bedankt. De mazzel. De mazzel.